Er is de laatste tijd heel veel te doen over etnisch profileren bij de Nederlandse politie. In die gesprekken die daar publiekelijk over gehouden worden, gaat het over of het juridisch überhaupt toegestaan is. Of het discriminerend is, ja of nee. En ook of het succes heeft, of er meerdere criminelen door opgepakt worden. Ik denk dat dat de verkeerde discussiepunten zijn. Ik geloof namelijk helemaal niet dat de Nederlandse politie etnisch profileert. Ik leg even mijn standpunt uit. We zijn de laatste jaren om de oren geslagen door onderzoeksresultaten die aangeven dat als iemand met een niet-westerse achtergrond een sollicitatiebrief stuurt en dat ondertekent met een naam die, nou, laat ik het noemen, die klinkt als een moslimnaam, dat daar dat die mensen heel weinig kans hebben om voor een gesprek uitgenodigd te worden. Dat lijkt me uiterst frustrerend. Stel je voor, je bent in Nederland geboren, je hebt inderdaad een moslim klinkende naam, je hebt je hele studie goed afgerond en je wilt het maatschappelijk leven instappen en zoekt een baan. En je komt niet aan de bak, gewoon omdat je Mohammed heet of Yusuf. Als je daar probeert in te leven, dat lijkt me verschrikkelijk. Dat lijkt me bijzonder frustrerend. De Nederlandse politie weet dat ook. Die hebben ook die onderzoeken gelezen en die hebben ook al die vervelende, verdrietige verhalen gehoord. Ze zijn natuurlijk heel vaak op iftars wezen eten. Ze hebben diversiteitscursussen en empathiedrankjes elke ochtend. Dus ze leven heel erg mee met die gasten. Dus als een keer een 23-jarige jongen in een auto van 80.000, 90.000 euro zien, dan is hun eerste gedachte natuurlijk, zo hé, die heeft het gemaakt. Die heeft, ondanks alle tegenslagen, ondanks alle tegenwind die hij heeft, heeft hij succes gehad in het leven en kan hij nu al zo'n dure auto bekostigen. En ja, hun eerste reactie is die gasten feliciteren. Dus die houden ze aan en die ja, heel enthousiast. Goh, gaaf jongen dat je dat voor elkaar gekregen hebt. En in de gedachte dat ze misschien wat tips van hem kunnen krijgen die ze door kunnen geven aan andere kansarme jongeren, zeggen ze, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, en bij die vraag vallen er wel eens een paar door de mand.